Ik dacht een gebroken meisje aan te treffen hier. En dat is het niet, hè, wat ik hier tegenover me zie. Nee, eigenlijk niet. Ik ben een heel stuk sterker geworden. Ja. Hoe komt dat? Omdat ik weer terug ben hier. Ja? Ja, de blijdschap dat ik weer terug ben bij mijn ouders. Dat, Is het ook door wat je hebt meegemaakt? Heeft dat ook mee geholpen? Zeker. Ja. Ik ben al zoveel... Ja, hoe kan ik dat uitleggen? Het beste dat ik... Dat er zoveel problemen ben doorgestaan dat ik... Ja, dat ik zo sterk ben geworden dat ik... Ik heb af en toe het gevoel dat ik alles wel aan kan. Ja? Ja. Ja, ja, en dan toch kwam er toch nog even die terugslag. Want ja, even leek het allemaal niet door te gaan. Ja, helaas wel. Dat was echt een hele zware klap voor mij. Dat, ik gewoon geen woorden voor. Ik weet ook echt niet waar nou erger was het moment dat ik weer opgepakt. Of een zaterdag, het moment waar ik 5 jaar lang op heb gewacht om weer bij mijn ouders te zijn. En dat wordt dan zo weer van me afgenomen. Dat deed super zeer. Ja. Maar ook daardoor word ik weer sterker. Ja. Ik schoot door mijn hoofd toen ik er net zat van, hoe kan zo'n zelfverzekerd meisje, zo'n zelfverzekerde vrouw, hoe kan ze er ooit zijn ingetrapt? Heb je voor jezelf die vraag beantwoord? Ja, zeker. Ja, nou, ik weet het eigenlijk nog steeds niet, want ja, ik was toen 18 jaar. Ik had daar helemaal geen besef in en ik had al zoveel dingen meegemaakt. En ik dacht eindelijk het prins op het witte paard te hebben gevonden. En ja, dat was eigenlijk de ergste van de ergste. Ja. Maar helaas is het zo gelopen, maar ik ben er in ieder geval een stuk sterker uitgekomen. Dat gaat je niet nog een keer overkomen? Nee, absoluut niet. Nee. Zeg, ja, terug naar Til. Je gaat eerst in een opvanghuis wonen, maar je komt wellicht ooit weer terug in Tilburg. Zeker. Ja, wat mis je het meest aan Tilburg? Aan Tilburg eigenlijk niet echt veel. Nee? Nee. Wat? Ja, Tilburg, ja. Ik mis eigenlijk niks. Nu, ja, natuurlijk mis ik wel dingen. Mensen. Mijn mensen, mijn familie. Ja. Maar Tilburg zelf, ja. Ik heb natuurlijk heel veel problemen ook gehad in Tilburg. Ja. Maar ja, ik ben gewoon blij dat ik gewoon weer terug ben met mijn zusje en mijn ouders. En dat is gewoon het belangrijkste. Ja. Ja. En je bent niet de enige die blij is, zie ik. Nee, ik ook heel erg. Oh, hier heb ik ook heel lang op zitten wachten. Ja. Dat zit op dit moment. Ik ben echt super gelukkig. Nou, hou elkaar maar goed vast de komende tijd. Ja, zeker. Dat zal wel lukken.